Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Guardians of Legends, uitgegeven door Luby. Het is een spel voor 3 tot 5 spelers waar je ongeveer een 30 tot 45 minuutjes mee zoet bent. En wat je gaat doen in dit spel is je gaat op zoek naar schatten. Je gaat zelf schatten begraven op de diverse eilanden die het speelbord vormen. En andere spelers doen dat ook. En aan de andere kant ga je hints geven over jouw schat en tegelijkertijd proberen als eerste de schatten van de andere spelers te vinden. Degene die als eerste 12 munten bij elkaar heeft weten te verzamelen of meer, die eindigt het spel. En dan is degene met de meeste punten de winnaar. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Vincenzo Bianco en Edward Preston en wij krijgen de spelregels in diverse talen, waaronder ook het Nederlands, stapsgewijs opgezet, soms net niet helemaal soepel vertaald, maar uiteindelijk is het geen complex spel en hebben we verschillende niveaus waarop je het kan spelen die het uitdagender maken of in ieder geval anders maken, afhankelijk van de smaak. De munten waar het ons om te doen is en legendepunten. Dit zijn de eilandkaarten en de bijbehorende verschillende eilanden, allemaal voorzien van prachtig artwork en allemaal net weer even anders. We krijgen de verschillende schatkaarten en legendekaarten, de speelstukken voor elke speler in zijn of haar kleur, een referencekaartje en we krijgen deze gigantische stapel aan aanzichtkaarten en die hebben op de andere kant een afbeelding met allemaal objecten erop en die helpen ons natuurlijk met het geven van de clues van waar onze schatten verstopt zijn. Maar dat is wat we krijgen. Laten we het spelletje maar eens gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Elk speler kiest een kleur. Zij krijgen de clue-fiches, deze vuurpositiepenningen zoals ze genoemd worden. En je krijgt bootjes in je eigen kleur. En op de andere kant van deze bootjes, daar staan de kleuren van de andere spelers. Dus in mijn voorbeeld blauw en groen. Dus dan moet ik zorgen als gele speler dat ik blauw en groen op mijn bootjes heb. De bootjes hou je in principe dicht, zodat mensen niet weten waar jij denkt dat de schat van een andere speler zich bevindt. We schudden de aanzichtkaarten, de locatiekaarten en de schatkaarten zijn 2 soorten schatkaarten. Je hebt de schatkisten, dat zijn simpele schatten en je hebt legendes. En dat zijn deze items die we hier onderaan nog extra symbolen. Afhankelijk van hoe je het speelt gebruik je die wel of niet. Daar ga ik zo meteen op terugkomen. Elke speler krijgt 2 schatkaarten en 1 legendekaart. Die mag je zelf in een volgorde naar keuze plaatsen. En daarna krijg je 3 locatiekaarten daarbovenop. Zodat je allemaal 3 setjes hebt. De eilanden worden in een groot eiland voor de spelers op tafel gelegd. Het is handig om met alle spelers aan dezelfde kant van de tafel te zitten. Zodat alle afbeeldingen hetzelfde zijn. Maar dat is natuurlijk niet verplicht. We leggen de munten en de legende item muntjes binnen handbereik en dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Zoals ik al zei, we gaan proberen zoveel mogelijk punten te verzamelen. De gouden munten en de legendepunten zijn in principe evenveel punten waard, maar het spel is voorbij zodra een speler aan het einde van de ronde 12 gouden munten heeft en dan wordt de score pas geteld. Maar zo is het hem op, laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 2 fases. De verkenningsfase en de oplossingsfase. En je bent niet verplicht om te wachten met het doorstappen naar de volgende fase als de andere spelers nog niet zo ver zijn. Aan het begin van het spel worden er 2 aanzichtkaarten opengelegd en daar staan 2 scenario's, 2 omgevingen op afgebeeld. In de verkenningsfase gaat iedere speler 1 set uit zijn of haar collectie spelen. En daar staat aan de ene kant op wat voor schat er te vinden is en aan de andere kant op welk eiland die te vinden is. De locatiekaarten zijn uniek, dus die zitten er allemaal maar 1 keer in. Dus elk eiland kan ook maar 1 keer naar voren komen. Het kan niet zijn dat iemand anders ook een schat heeft op dit eiland. Zoals jullie zien zijn de eilanden voorzien van riant detail. Het ziet er sowieso heel erg gaaf uit. Maar er zitten allemaal kleine dingetjes op verstopt die ons helpen om de andere spelers een clue te gaan geven om dit eiland eruit te halen.
Maar jullie zien natuurlijk hier prominent een vuurtoren staan. Dat zou natuurlijk een geweldige clue zijn. Maar voordat je zo'n clue geeft, is het soms even handig om te kijken wat voor eilanden er allemaal op tafel liggen. En als jullie dan een beetje met me meekijken, dan zien jullie dat hier in de rechterbovenhoek een eiland is met een vuurtoren. En hier onderaan is het eiland wat ik heb, waar ook een vuurtoren op zit. Dus de vuurtoren is niet een gegarandeerde hit. En als je een clue geeft, wil je graag dat mensen je schat vinden, want dan krijg je zelf ook muntjes voor. Aan de andere kant, het is 50-50 dat mensen hem vinden, dus misschien dat we deze kunnen gebruiken. Nou, we hebben op dit moment 2 aanzichtkaarten liggen. Elke speler is nu tegelijkertijd bezig om zijn of haar eiland duidelijk te maken aan de andere spelers met niets anders dan deze clue tokens. Nou, ik vind dit wel een beetje lijken op een vuurtoren, dus die ga ik met mijn clue token aanwijzen. En dan ben ik klaar met de eerste fase en dan kan ik op zoek gaan naar de schatten. Andere spelers zijn natuurlijk ook bezig met het plaatsen van hun clues. Ik ga eens even kijken of ik groen en clue kan laten geven waar ik wat aan heb. Groen geeft bijvoorbeeld deze clue. Die wijst hier naar het bokje. Of misschien naar het hoofd van het bokje. Zodra er andere clues liggen, kan ik vanuit mijn verkenningsfase overstappen naar de oplossingsfase. En dan ga ik dus kijken waar zit de schat van groen verstopt. Hij moet dus op een van deze eilanden zitten. Nou, hij zit sowieso niet op het eiland wat ik heb gespeeld. Ik pak daarvoor, ik heb mijn 2 bootjes. Eentje voor de clue van blauw en eentje voor de clue van groen. En snelheid is wel een beetje belangrijk. Want degene die als eerste zijn bootje op het juiste eiland legt, die krijgt de meeste munten, 2 stuks. Ik denk, even kijken, een geitje, horens, kop van een geitje. Ik speel natuurlijk tegen mezelf, dus dat is een beetje een makkelijk verhaal. Maar ik denk misschien hier hebben we ook een dood beest met horens. Ik gok dit eiland. Groen gaat natuurlijk niet op zoek naar zijn eigen schat. Die gaat op zoek naar mijn schat. Nou, die denkt bijvoorbeeld, even kijken, die gele rakker, die wijst een toren aan. Even kijken, hier zit een toren, daar hebben we een toren. Oh, dat is wel lekker duidelijk. Nou, die kiest bijvoorbeeld dit eiland. Nou, Googly Eyes doet hetzelfde. Hè? Die denkt ook van, ja, oké, je hebt een toren aangewezen. Zou het deze zijn? Ga ik hierbij liggen? Heb ik het goed, krijg ik in ieder geval nog wat. Maar ja, heeft groen het fout en heb ik bijvoorbeeld deze toren aangewezen en heb ik het goed, dan krijg ik alles voor mezelf. Dus dat zijn een beetje de afwegingen die je maakt. En Googly Eyes is natuurlijk ook op zoek naar het eiland van groen. En die denkt misschien, ja, dat is wel een goed idee. Ik denk dat geel het juiste eiland heeft gevonden voor de groene speler. We weten niet of dit dan ook daadwerkelijk het groene bootje is. Maar die gaat er bovenop liggen. Nou, en dan komt er nog een clue van Googly Eyes. Dus blauw, die moet ook nog ergens liggen. Nou, vooruit. Dat slaan we even over. Zodra alle spelers hun bootjes op pad hebben gestuurd en dus een indicatie hebben gegeven van nou, volgens mij is dit het eiland, dan gaan we de tweede fase afronden en dan gaan we de oplossingen tonen. Als tenminste het juiste eiland is geraden. Als er schatten zijn gevonden, dan worden die verdeeld. Laten we even kijken naar het voorbeeld van mijn eiland. Mijn eiland is gevonden, in dit geval enkel en alleen door de groene speler. Het is een reguliere schat, dus dat betekent dat ik een goede clue heb gegeven. En daarvoor als guardian 2 muntjes krijg. Groen heeft het goed geraden, die krijgt de waarde van de schat ook 2 muntjes. En dat is hoe deze afgehandeld wordt. Deze 2 kaarten verdwijnen uit het spel. Een beetje afhankelijk van welke variant je speelt. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld het schipje komt natuurlijk ook terug. En blauw heeft het fout, die krijgt zijn scheepje ook terug en die heeft pech. In de basisvariant wordt het eiland dan vervolgens dichtgedraaid, waardoor de keuzes wat makkelijker worden. Dan gaan we naar de schat van de groene speler van Army Guy. Wederom een reguliere schat. Die is door beide spelers geraden. Dat betekent dat de Guardian weer de gebruikelijke 2 muntjes krijgt. En omdat de schat door meer dan 1 persoon gevonden is, krijgt hij 1 bonusmuntje. Dan gaan we kijken naar in welke volgorde hebben de spelers de schat gevonden. Geel, je moet natuurlijk wel even omdraaien, even kijken of ze daadwerkelijk de groene schat bedoelden. Het kan natuurlijk zijn, zeker met meer spelers, dat ze een andere bootkleur hebben neergelegd. Maar in mijn voorbeeld allebei groen. Geel was degene die als eerste de schat heeft gevonden. Dus die krijgt de 2 munten. Blauw heeft ook het juiste eiland aangewezen, maar was niet de eerste. Dus die krijgt slechts 1 muntje. Dus dat is een beetje het verschil tussen of er 1 bootje of meerdere bootjes liggen. Wat is nou het verschil tussen een reguliere schat en een legende?
Afhankelijk van de variant die je speelt, maar als je een basisspel speelt, krijg je naast de reguliere munten die je krijgt als je een schat vindt, ook nog een legendemunt. De vinder krijgt een legendemunt, dus laten we zeggen dat dit eiland een legendemunt was. Ik heb die gevonden, legendemunt. Koegliuis heeft hem gevonden, legendemunt. Maar ook de Guardian, die het goed heeft laten raden, krijgt een legendemunt. En legendemunten zijn aan het einde van het spel ook gewoon 1 punt waard. Maar zij tellen niet mee voor de eindconditie. Dus pas als iemand 12 of meer muntjes heeft, is de ronde voorbij. Is het spel voorbij, moet ik zeggen. En dan gaan we de punten tellen. Elke munt is een punt en elke legendemunt is ook een punt waard. Dus daar kun je nog wat extra mee scoren. Ga je naar een geavanceerde versie, dan zie je hier onderaan 2 symbolen. En die geven eigenlijk in afbeeldingen weer wat de bonus is van deze legende en voor wie die bedoeld is. Hier staat welke speler dat effect krijgt, dus speler naar keuze, alle spelers of de kaarthouder. En hier zo staat uitgelegd nog een keer in tekst wat de schatten precies doen. En zo worden die schatten of die legendes natuurlijk veel interessanter. Maar zo wordt alles afgehandeld. Wordt een schat niet gevonden, dan gaat die speler de volgende ronde gewoon door met diezelfde combinatie van schat en eiland, maar dan gaat hij nog een extra pijltje plaatsen om extra clues te geven. Onze schatten zijn geraden, dus wij halen onze pijltje weg. Mocht het nou zijn dat bijvoorbeeld ik dacht dat de groene schat hier lag en Googly Eyes dacht dat de groene schat hier lag, dan hebben wij hem geen van beide gevonden. Dus dat betekent dat de groene speler de volgende beurt een tweede clue gaat geven. Daarnaast geeft hij aan of de schat op een eiland ligt aangrenzend aan de eilanden waarvan wij dachten dat de schat zich daar zou bevinden. Dus ligt hij ofwel aangrenzend aan deze, dus dat zijn die 4 eilanden, of ligt hij aangrenzend aan deze. Nou, in mijn voorbeeld, als we teruggaan naar dit eiland, dan ligt hij aangrenzend aan dit eiland. En dan legt hij hier zo'n vuurpenning op om aan te geven, oké, het is een van deze 3 eilanden. Dus dat maakt het vinden voor de overige spelers wat makkelijker. Maar zo is een ronde voorbij. Niemand heeft 12 of meer munten, dus we gaan de volgende ronde spelen. We pakken weer een combinatie van een schat en een eiland, of een legende in een eiland. Er komt een derde kaart bij te liggen, dus dan hebben we in totaal 3 clue-kaarten. Dat is ook het maximum aan aanzichtkaarten wat er komt te liggen. Als er straks een 4e opengedraaid wordt, dan verdwijnt de eerste. Dus je schuift hem achteraan en de voorste die verdwijnt. Dus er liggen er altijd maximaal 3 open. En dan gaan we weer verder. En zo spelen we door tot er iemand dus is met 12 of meer muntjes. Dan wordt die ronde de laatste ronde. En dan gaan we naar de eindscore. En dat is 1 punt voor elke munt, zoals je kunt zien. En 1 punt voor elke legende munt die je hebt. En degene met de meeste punten is de winnaar van Guardians of Legends. En zo wordt het spel gespeeld. Het eerste wat er uitspringt bij Guardians of Legends is het artwork op de verschillende eilanden. Dat is echt fantastisch gedaan, erg gedetailleerd. Erg kleurrijk, maar ik vind het persoonlijk ook erg fraai. Daarnaast heb je een enorme stapel met deze aanzichtkaarten. Die kaarten doen me een beetje denken aan, je hebt wel eens van die spelletjes waarbij je allemaal plaatjes hebt waarin je items moet zoeken. Nou, dat zijn dit soort plaatjes ook. Het zijn landschappen met daarin van allerlei objecten verstopt. En dan ga je zelf proberen om associaties te maken in de hoop dat mensen daardoor jouw eiland vinden. En tegelijkertijd krijg je daardoor een klein kijkje in de geesten van de andere spelers. Dus het gaat er niet om wat associeer jij met een bepaald object, maar wat zou die persoon associëren met dat object. En dat verschilt heel erg en maakt het soms lekker uitdagend. Het spel zelf is redelijk simpel. Iedere speler heeft een schat begraven op een van de eilanden. Je gaat een clue geven. Zodra je jouw clue op een van de kaarten hebt geplaatst, mag je gaan zoeken naar de andere schatten. En als jij je schepen hebt geplaatst, is het wachten tot de rest klaar is. En dan gaan we kijken of er schatten gevonden zijn en geld verdienen. Het gaat allemaal vrij snel en vrij makkelijk. En zoals ik al zei, er zijn 4 varianten waar je mee kan spelen. De basisvariant geeft je alleen maar muntjes en legendemunten. En elke keer als een eiland geraden is, gaat het dicht. Dus dan wordt het makkelijker. De tweede variant, dan blijven de eilanden open liggen. Dus dat is alweer wat uitdagender. Dan moet je zelf onthouden welke eilanden geweest zijn.
En bij de derde variant krijg je dan de extra legendes, waarbij er nog meer bonussen komen. En bij de vierde wordt het spel nog iets verder uitgebreid. Dus zo heb je een grote hoeveelheid aan variaties binnen dit spel, wat aan de ene kant de herspeelbaarheid ten goede komt en aan de andere kant jou het spel laat aanpassen aan de smaak van jouw speelgroep. Dus dat zijn goede elementen van dit spel. Het spel zelf is vermakelijk, omdat je, het doet me een beetje denken natuurlijk aan spellen zoals Dixit, waarbij je afbeeldingen gaat associëren met andere afbeeldingen. Je gaat hints geven zonder daadwerkelijk te mogen zeggen wat het is. Soms liggen er perfecte kaarten waarmee je heel makkelijk een schat kan laten vinden. En dan wordt het echt een race. Wie klapt hem er als eerste op? Het leuke daarbij is wel dat je eerst zelf je eigen clue moet geven voordat je mag gaan plaatsen. En dat geeft soms wat, geeft af en toe wel zo'n lekkere tijdsdruk erop. Van, ik weet eigenlijk welk eiland het is, maar ik moet een hint geven. En als je een slechte hint geeft, wordt jouw eiland niet geraden. Krijg je daar weer niks voor. En dat spelletje is grappig gedaan. Wat ik in mijn groep als wat minder ervaren waren, de details op de kaarten zijn vrij klein. Het speelbord is vrij groot. En als je met z'n allen eromheen gaat zitten, dan zijn die kaarten soms moeilijk te zien. Of je moet echt met z'n allen erheen lopen. Vandaar dat ik zeg, het is handig om allemaal aan één kant te gaan zitten. Als het ware het eiland en daaronder de aanzichtkaarten te plaatsen. Zodat je ze allemaal goed kan bekijken. En dan kan gaan kijken naar de eilanden. Want als je vanaf verschillende hoeken of aan de andere kant van de tafel moet kijken, dan gaan details je ontschieten. En wat ik al zei, het plaatsen van een hint unlockt als het ware jouw mogelijkheid om schepen te gaan plaatsen, om schatten van andere spelers te vinden. Dus een beetje tijdsdruk zit er wel op. Dus daar moet je wel even rekening houden met het spel. Zeker als je met 5 gaat spelen, dan kan dat nog wel eens een probleempje zijn. Maar alles bij elkaar genomen is Guardians of Legends een goed spel. Het zit lekker in elkaar, de regels zijn eenvoudig en de uitdaging om jouw schat te laten vinden en tegelijkertijd de schatten van je tegenstanders te vinden door de hints die ze geven is vermakelijk, zeker als er spelers in de groep zitten die, laten we zeggen, ten opzichte van jouw mening vreemde associaties hebben met objecten en eilanden. Dat is gewoon een vermakelijk en tof element in dit spel. Aan de andere kant, je moet wel houden van dit soort associatiespellen. Als bijvoorbeeld Dixit niets voor je is, denk ik dat je van dit spel ook niet bijzonder warm wordt. Ik vind het in ieder geval vermakelijk. Het ziet er mooi uit, het speelt leuk. En ik vind altijd dat kruipen in andermans geest en je daarin verplaatsen in de hoop dat je daardoor sneller of meer schatten kan vinden een leuk element. En het is om die reden dat ik Guardians of Legends een 7 heb gegeven. Zolder.